tafel. Welkom bij Tiel aan tafel. Vandaag uiteraard weer in gesprek met de kritische vrienden. Maar eerst ga ik uitgebreid spreken met Manon Balfort van de Biep in Tiel. Want er is een heel bijzonder project gestart. Klopt. En daar ga jij mij alles over vertellen. Yes. Ik ga vast zeggen, groot, digitaal. Nee. Hoe was het nou weer? De grote digitaal strijd Rivierenland. Ja, dat is wat we organiseren dit jaar. Ja. En wat is dit voor een wedstrijd? Nou, het is een grote digitaal strijd. Het woord zegt het al. Is een battle tussen teams. En dat kunnen teams zijn van bedrijven, van maatschappelijke organisaties of gewoon van particulieren. Die samen dus een team vormen. En die gaan tegen elkaar battelen op het gebied van taal en digitaal. En dit komt natuurlijk wel ergens vandaan, want jullie willen iets onder de aandacht brengen. Ja, zeker. Wat wij heel breed onder de aandacht willen brengen is het grote probleem dat laaggeletterdheid is. Vooral ook in deze regio. Dus en dat is speciaal in deze regio? Nou, in heel Nederland is het percentage te hoog, maar in deze regio zijn we ook bovengemiddeld laaggeletterd. Ja. En wat is laaggeletterd nou eigenlijk precies? Laaggeletterdheid is als je bent laaggeletterd als je onvoldoende kan lezen, schrijven, rekenen. Je digitale vaardigheden niet op orde hebt om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Ja, en dat is met name in de regio Rivierenland dus best wel hoog, dat percentage. Ja, het is niet in elke gemeente even hoog. Daar zouden we de cijfers bij moeten halen. Maar bijvoorbeeld in Tiel ligt het percentage op meer dan 16%. Dat is fors. Dat is fors. En als ik daar dan over nadenk, dan denk ik, dan moeten er dus eigenlijk heel veel mensen zijn Die dat hebben. Die daaraan lijden eigenlijk. Ja, maar hoe merk je dat? Hoe kom je daarachter? Nou, dat merk je niet. Want dit is een probleem waar mensen zoveel moeite mee hebben dat ze zich ervoor schamen. Ze hebben vaak het gevoel, of ze denken dat ze daar alleen in zijn. Nou, de cijfers zeggen dat dat absoluut niet waar is. Maar er zit schaamte op. Het is een taboe. En mensen mensen komen daar dus niet zomaar voor uit. Ja, en komen wellicht ook in een isolement daardoor terecht. En daar heeft natuurlijk verregaande consequenties. Ja, precies. Je kunt er allerlei gevolgen van opnoemen. Ja. Klopt. En hoe bereiken jullie die mensen? Wij bereiken die mensen met laagdrempelige cursussen die we in de bibliotheek hebben. Het is niet zo dat die mensen vanzelf komen. Sommigen wel, als ze het horen. Vaak is dat mond-tot-mond reclame. Maar bijvoorbeeld, ze kunnen doorverwezen worden door een UWV of een andere overheidsinstantie als een gemeente die merkt van, goh, deze persoon die komt misschien niet goed mee. Maar dat moet allemaal heel voorzichtig gebeuren, want wat ik al zei, het is je raakt de persoon in kwestie op een heel gevoelig punt. Ja. Ja, en nu willen jullie daar aandacht aan gaan besteden door middel van deze battle. Ja, we willen dat het probleem meer zichtbaar wordt, dat mensen echt eigenlijk iedereen hier in de regio zich ervan bewust is dat dit leeft hier. Zodat het bekender wordt. Zodat mensen die dat probleem hebben zich niet meer alleen voelen. En natuurlijk, er is altijd een drempel. Maar er is de afgelopen jaren behoorlijk aanbod ontstaan. Cursussen waar mensen naartoe kunnen. We hebben ook in de regio een paar digitaal huizen al. Waar mensen laagdrempelig terecht kunnen. Ze kunnen daar inlopen en vragen stellen over taal, rekenen, digitale vaardigheden. En daar wordt al veel gebruik van gemaakt? Ja, we hebben bijvoorbeeld in Geldermals een digitaal huis en eentje in Beneden Leeuwen. En ik was er laatst zelf in Geldermals op een maandagmiddag, want op twee middagen hebben we daar bijvoorbeeld spreekuren of inloopuren. En het was behoorlijk druk, dus mond-tot-mond reclame zorgt er dan voor dat dat het bekend wordt. Ja. Het werkt. Ja, het is erg fijn. Ja. Ja. Maar goed, we willen dus nog meer van dat soort goede plekken. En de plekken zelf in Beneden Leeuwen en Geldermalsen, daar kunnen we het nog uitbreiding gebruiken. Dus dit project is, behalve dat we het bewustzijn willen vergroten, ook bedoeld om geld op te halen om die plekken te kunnen inrichten in de andere bibliotheken. En uit te kunnen breiden in de gemeentes Geldermals en Beneden Leeuwen, waar we al een plek hebben. Ja, ja. En wanneer gaat dit plaatsvinden? Nou, die battle. Die strijd, ja. Die battle. Die battle, dat is heel erg leuk. Dat vindt plaats in de 10 gemeenten waar Bibliotheek Rivierenland voor werkt. Tegelijkertijd op 4 september in de avond. Nou, is 4 september volgens mij een bijzondere datum? 4 september is de eerste dag van de week van de laaggeletterdheid. Sorry. Maar volgens mij gaat de best luide support dan ook
zijn deuren openen? Ja, dat klopt. Als het goed is, zijn we begin september voor het eerst open. Ja, dat klopt. Nou, na die voorrondes, want we hebben dus met de grote digitaalstrijd hebben we in 10 gemeentes voorrondes. Na die voorrondes, die dus winnaars opleveren, organiseren we ook nog een grande finale. En het is wel de bedoeling dat we dat straks in die mooie nieuwe bibliotheek in Tiel gaan doen. Ja. Ja, geweldige locatie natuurlijk. Ja. Waar iedereen ook al heel, heel erg... Ja, dat ademtaal, digitaal, cultuur. Ja. Hoe kunnen mensen hier aan mee gaan doen? Want het ziet er allemaal wel heel goed uit. Maar hoe gaan ze hier zich voor aanmelden? We hebben een website en die heet www.grotedigitaalstrijd.nl. Daar vind je allerlei informatie over. Laaggeletterdheid natuurlijk. En je vindt er ook informatie die nodig is als je mee wil doen. Dus je kunt je daarop inschrijven. Maar je kunt als bedrijf, als particulier, als... En als non-profit organisatie eigenlijk. Er zijn verschillende, want je moet er wel wat voor betalen om mee te doen. Want we halen er geld mee op. Bedrijven betalen meer, die zijn wat koopkrachtiger, zeg maar. Ja, uiteraard. En maatschappelijke organisaties hebben een iets lager tarief. En voor... de gewone mensen zoals jij en ik is het bedrag nog iets lager. Ja, en meer geven mag altijd. Dus. Ja, graag natuurlijk. Ja. Ja. Hoe groot mag zo'n team zijn? 3 mensen, ja. 3 mensen? Ja, 3 mensen. Oké, dus bedrijven kunnen ook zeggen we sturen 8 teams. Dat zou zeker kunnen. Daar zijn we ook hartstikke blij mee. En het is ook een leuke kans om je te profileren. We vragen de teams een leuke naam te verzinnen. En doe een leuk shirt aan of zo met z'n allen. Maak er een feestje van. Daar is het ook voor bedoeld. Gewoon gezellig, leuke battle. Ja, hartstikke leuk. Nou ja, ik denk dat dit gewoon een succes moet gaan worden. Ja, absoluut. Want het is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderwerp, dat laaggeletterdheid. Ja. Daar moet aandacht aan besteed worden, want dat mag niet, hè? Ik vind het anno 2017 echt wel tijd dat we hier wat aan doen. Ja. Ja. Nou goed, ja. Aan jullie zal het in ieder geval niet liggen. Wij zijn ermee bezig. Ja, heel goed. Nou, dankjewel voor deze informatie. Mensen die informatie willen, die kunnen jullie dus via www.grotedigitaalstrijd.nl bereiken. Ja. Voor allerlei extra informatie. We hebben ook nog een leuke Facebook waar we regelmatig interessante weetjes over dit probleem op posten. Dus kom vooral eventjes op die website kijken. Dan, op alle mogelijke manieren even langs. Oké, dankjewel voor dit gesprek. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden, vertrouwde gezichten, Astrid de Groot en Jan Woldberg. Welkom. We gaan weer richting mei, 4 mei, dode herdenking, 5 mei, vrijdagsdag. Dode herdenking is natuurlijk iets wat al heel lang gevierd wordt. Klinkt natuurlijk heel gek, maar de herdenking is groots. Is dat nog van deze tijd, Jan? Is zeker van deze tijd. Kijk, dan heb je het niet alleen over 4, 5 mei, wat er gebeurd is in de oorlog. Maar ik denk dat je dan ook het breder zou moeten trekken. En zeg gewoon van nou, maak daar gewoon een herdenking van. Knoop daar meteen aan vast ook dat gewoon allerlei geweld wat er momenteel in de wereld gebeurt. Maak mensen en kinderen daar ook van bewust. En dan is dit soort momenten is het moment om te herdenken van hoe goed we het eigenlijk op dit moment hebben. En hoe slecht het ooit geweest is en hoe slecht het ook elders in de wereld gaat. Ja, hoe kun jij je daarin vinden, Astrid? Ja, ik vind het juist jammer om dingen te breed te trekken. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog. En dat is iets waar de kinderen veel van moeten leren. Ik vind het ook heel belangrijk dat de scholen er heel veel aandacht aan besteden. En dat gebeurt helaas niet overal, omdat er toch wat op tegen is. Maar goed, ik vind het heel belangrijk dat kinderen het meekrijgen. In hoeverre dat we zelf invloed hebben op oorlogen die weer zouden ontstaan, kunnen ontstaan. We moeten vooral niet bang voor zijn. Maar het is wel belangrijk dat je weet hoe het politiek in elkaar zit. En dat de kinderen leren hoe het toen ontstaan is. Hoe het toen met in de Tweede Wereldoorlog begon in Duitsland. Hoe het dit land heeft getroffen. Hoe we daarna omgegaan zijn in het overleg binnen Europa. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat in de opvoeding mee te pakken. En als je het te breed trekt, heb je misschien kans dat dat wat verwatert. Nou, ben ik niet met je eens. Ik ben er trouwens ook wel benieuwd naar. Jij zegt van dat je vindt dat daar gewoon te weinig aandacht voor is bij scholen.
Heb je daar voorbeelden van? Nou, dat is de tendens in de grotere steden dat kinderen waar bijvoorbeeld Joden niet besproken kan worden, dat dat nog wel eens een probleem is om veel aandacht te besteden aan de Tweede Wereldoorlog, omdat dat ook minder speelt. En ik denk dat het goed is dat de kinderen dat juist meekrijgen, omdat dat ook bij de geschiedenis van Nederland hoort. Dat ben ik met je eens. Ik denk alleen dat je zegt van nou, oké, je hebt een basis van een stukje Nederlandse geschiedenis waarin dit gebeurd is. Hè? Dus, maar aan de andere kant is dat een geweldige manier om kinderen meteen te wijzen op wat er elders in de wereld gebeurt. En wat daar mis is. En als je het dan hebt over die onderwijsprogramma's. In het onderwijs moet men die parallellen trekken. En ook niet bang zijn om bepaalde bevolkingsgroepen gewoon bang te zijn om die voor de schenen te stoten. Hè, want dat gebeurt dan. Je moet gewoon open en vrij kunnen praten over alles wat op tafel ligt. Ja. En daar moet het onderwijs moet daarin gefaciliteerd worden. Maar niet iedere school, kijk onze school bijvoorbeeld waar mijn kinderen zitten, die kiezen ervoor om bijvoorbeeld naar Kamp Vught te gaan. Ik ben daar zelf toevallig als ouder mee geweest. Dat maakt toch wel heel veel indruk op die kinderen. Ja, wat er dan, en dan komt het zo binnen. En niet iedere school kiest er bijvoorbeeld voor om zo'n excursie te doen. Nee, maar en goed, dat zijn dingen die heel belangrijk zijn. Als je dan de koppeling maakt naar 4 mei, vind je dan dat je het inderdaad zo breed kan trekken dat als je 4 mei blijft herdenken, dat het dan meer onder de aandacht is? Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat dat belangrijk blijft. Ja, ja, ik ben het volkomen met je eens. En dan, wat jou betreft zou inderdaad... Breder, nee, maar wel als speerpunt 4, 5 mei, als een soort eikpunt. Maar gewoon daarnaast ook niet de huidige geschiedenis van 4 mei tot op heden. En dingen die gebeurd zijn, om die gewoon mee te nemen in die herdenking. En daar met name, en daar ben ik het helemaal met je eens, gewoon in het onderwijs in de meest brede zin aandacht voor aan besteden. En ook niet bang zijn om gewoon naar plekken te gaan waar dingen gebeurd zijn, zoals Kamp Vught. Dat mag voor mij een vast onderdeel worden van een schoolprogramma. Absoluut. In plaats van het jaarlijkse schoolreisje. Ga gewoon op bezoek bij een dergelijke plek. En daar word je niet slechter van. Dan word je met de neus de feiten gedrukt. Dat zijn levenslessen en dat is aanschouwelijk onderwijs. En daar ben ik helemaal voor. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Dit was Stille aan tafel voor deze week. Volgende week zijn wij er weer.